11 december vond voor alweer de derde keer de eindejaarsborrel van Club Kaas plaats. Natuurlijk gebeurde dat weer in de telefooncentrale. Het was een goed moment om weer eens flink te netwerken en om stil te staan bij het fundament voor het behalen van de beoogde gezamenlijke groei. Maar het was ook een uitgelezen kans om de leden op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de community. Want straks wordt Club Kaas een vereniging. Hoe kunnen wij onze samenwerking op een hoger niveau brengen? Daar heb ik een aantal tijd aan besteed, vergaderingen aan besteed. En ja, ik mag wel zeggen dat heel langzaam maar zeker de contouren een beetje duidelijk beginnen te worden. En dat vanuit die contouren ook wij het leuk zouden vinden om vanuit de telefooncentrale Club Kaas te omarmen. En vanuit de telefooncentrale Club Kaas op een hoger niveau te brengen. En zonder mensen kunnen we niet. En Club Kaas, dat is zo, dat ben jij, dat zijn wij hier allemaal. En nou ja, dus ik wil wat vragen van kom met je ideeën, kom naar mij toe. Kom naar Roef, de Vries hier van de Rabobank, een van de founders. Ga naar Nico toe, ga naar Jerry, ga naar mij. Zeg waar jij nou enthousiast van wordt en waarvoor je jij wil inzetten. De leden kunnen dus straks zelf de toekomst mee bepalen van de Club Kaas community. Leden die meedoen krijgen er veel voor terug. Bijvoorbeeld een groter netwerk en deelname aan het expertpanel en exposure. Maar wat heeft Club Kaas tot nu toe voor mensen betekend? Wij zitten met ons bedrijf op dit moment midden in een fusietraject. En bij een bijeenkomst van Club Kaas zijn wij met de juiste personen in contact gekomen om dat traject te begeleiden. En daar zitten wij nu middenin en dat verloopt spoedig. Ik vind het sowieso een heel leuk platform en ik hoop ook zeker dat ze op deze wijze doorgaan. Ja, en voor mij is het netwerken een leuk onderdeel, met name om inspiratie op te doen. En zo heb ik bij Club Kaas tot nu toe Sybren ontmoet, Sybren Smit. En die is Facebook marketeer. En die heb ik voorgesteld aan onze relaties om ons te helpen met hun Facebook campagne. Heel veel contacten. Ik heb een aantal keren mensen wat adviezen mogen geven. Rits heeft een keer wat leuke stukjes voor mij geplaatst op de site van Club Kaas. Dus voor PR-mogelijkheden en alles wat erbij hoort is uitstekend. Ik vind Club Kaas een heel sprekende titel. Dus ik dacht meteen, Club Kaas, wat kan dat voor mij betekenen? En ik kreeg meteen een warme indruk. Wil jij meer voor Club Kaas gaan betekenen? Geef dan aan waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En stuur een mail naar info@clubkaas.nl.